Hallo kijkers van Shine Sprite, zo ook mijn gloednieuwe aflevering van Mario Kart 8 Deluxe, de 150cc Gold Run. Het is weer tijd voor een gloednieuwe Grand Prix, namelijk de Propeller Cup. En in Propeller Cup zit de Sydney Sprint van Mario Kart Tour, Snowland van de GBA, de Mushroom Gorge van de Wii en een gloednieuwe baan, namelijk Sky High Sunday. Dit vind ik persoonlijk een veel interessantere Grand Prix dan die we de vorige aflevering hebben gedaan. Natuurlijk was Waluigi Pinball natuurlijk episch. Alleen de rest was een beetje matig. En van deze heb ik heel veel zin. Ook omdat ik Mario Kart Tour wel heb gespeeld. Alleen niet zo totdat deze game uitkwam, zeg maar. Dat deze baan uitkwam. Dus Sydney Tour heb ik nooit gespeeld. Dus dat vind ik wel interessant. We gaan in ieder geval door de Sydney Opera House. Oh joh, heel pretpark. Is daar waar het babypark is. Oh joh, een of andere vage brug. Oh, we moeten hier naar links. Oh joh. Je moet het maar weten. Lastig met Mario Kart Tourbaan, zeker als je hem nog nooit hebt gedaan, dat je echt geen idee hebt welke kant je op moet. Godverdomme. Weer. Lekker baby Luigi. Oh, wat een snipe. Wow. Sydney Opera House, Sydney Opera House. Kijk, top Roonies. Vond het een erg leuke baan, moet ik zeggen. Nu gaan we een GBA-baan doen. En de GBA-banen zijn niet heel erg bekend voor mij. Het kan zijn dat ik ze wel ooit heb gespeeld, hoor, op de GBA. Maar het is niet iets wat bij mij is blijven plakken. Dus dat betekent dat het voor mij eigenlijk gewoon een geheel nieuwe baan is. Het ziet er wel al leuk uit. Met een leuk muziekje. Au. Gewoon pinguinen, wojo. Oh, dit vind ik oprecht een leuke baan. Dit is denk ik mijn top. Tot nu toe de top cup die de Waves hebben uitgebracht. Wat een baan. Ik ben echt blij.
Wat een liedje. Yeah, nice. Dit liedje was echt leuk. Hele leuke baan. Op naar de volgende. Oh ja, Mushroom Gorge van de Wii. Dus lekker een oude bekende. Daar hou ik van. Deze zal ik toch veel gespeeld hebben, joh, deze baan. Op de Wii, jezus. Met Funky Kong. Oeps, dit gaat niet goed. Yo, het ziet er vet uit met die kristallen. Zoveel cleaner dan het origineel, holy shit. Normaal is dit niet, zeg maar, een van mijn favoriete banen. Maar hij is heel goed opgedroogd, deze baan. Ik ben gewoon niet zo fan van die stuiterende paddenstoelen, zeg maar. Dat is niet mijn, niet mijn ding. Omdat dit is altijd gebeurd bij mij, met die kut paddenstoelen. Ik had iemand geraakt. Die Goomba kon ik niet zien. Ik sta wel eerst op een of andere manier. What the fuck? Moet je ook even normaal driven houden? Dan moet je dood of zo. Opvallend dat de computer altijd links omgaat. Misschien is dat wel een secret dat dat veel sneller is. Niet goed. Oeh, en ik ontweek net die bananen en hij ontweek geen bananen. Betekent dat ik dan weer eerste word? Ja hoor, ik word weer eerste. Dat betekent dat het enige wat nog rest is de gloednieuwe baan. De gloednieuwe baan speciaal gemaakt voor deze DLC. Iets met Sunday. Sky High Sunday. Ik ben erg benieuwd naar deze baan. En naar de soundtrack eigenlijk ook wel. Kleurrijk, hou ik van. Oeh, we beginnen vliegend. Oh, goed begin. Yo, boy, ook al vlek, zagen jullie dat? Wow, yo! Weet je wat voor vibes ik een beetje krijg? Fall Guys vibe. Misschien is het wel heel raar hoor van mij, maar... Wow, het is wel een heftige baan, moet ik zeggen. Oh, dit was de eerste ronde. Oké. Okay. Ik vind het best wel een vette baan. Honest is honest.
over de Graham Crackers. Oeh, nu sta ik wel vierde. Dat is not de bedoeling. Zoals Sander zou zeggen. Voor dat ene itempje. Oh, niet tegen aanrijden. Goed zo, Milan. Oh. Niemand die er tegen aanrijdt. Oh, dat is sad. Oeh. Baby Luigi is wel tegenaan, of van afgevallen. Dat is dan wel weer toch. Hey, Mario Kart, of sorry, Muntbal speelt ook Mario Kart 8. Lekker bezig, Munty. Hey, nice. Een 3-sterren Gold Cup. Nice. Ik vind deze cup, van wat er tot nu toe aan Waves is uitgekomen, echt veruit de beste cup. Hele leuke banen, kleurrijk, leuke muziekjes. Dit is echt een topervaring. Ik ben heel erg blij met deze editie van Mario Kart 8 Deluxe. Extra banen. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie weer over waarschijnlijk een paar maanden, wanneer er weer twee nieuwe cups uit zijn. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos.